Sorry, wat doe je maar aan? Oh, we hebben oogschaduw. Mag ik je make-uppen? We gaan gewoon make-uppen, jongens. We gaan het doen. Nee, dat gaan we echt niet. Hoi iedereen, leuk je weer kijken. Nou, we gaan vandaag weer lekker al de zwembad doen. We gaan de tas weer pakken en dan gaan we weer wegrijden. En dan gaan we weer het ronddraaien. Waarom doe jij het niet een keer? Oké. Okay. We gaan vandaag weer lekker jullie fanmail uitpakken. En ik ga de brief pakken natuurlijk. Inderdaad, en als je nou ook fanmail wil sturen. Het adres daarvoor staat hier in de beschrijving hier beneden. En dan gaan we lekker fanmail openmaken. Jullie hebben gestuurd naar het adres hier. En we gaan dan lekker beginnen met de eerste wat hier al is gebeurd. We hebben twee looms gekregen. En een mooie ATG tekening. Woe! En de brief. Dus die gaan we eventjes lezen. Nou, allemaal weer bedankt voor jouw fanmail. En dan gaan wij door naar de volgende fanmail. Dus Roy mag het deze keer inpakken. Dit is hem geworden. En jij mag hem ook maken, want ik ben echt een lieve jongen vandaag. Oh, dit is van de fanmail. Hé, laat er één meer. Had je deze gekregen op de fandag? Ja. Ik zeg altijd fandag, maar het is ATG meeting dag. Ik heb deze gekregen van Sander. Oh, die ken ik hoor. Ja. Oké, komt ie. Kijk eens aan, het is een mooi vierwerkje. Dus we gaan even lekker de brief lezen. Sander! We moesten even je naam schreeuwen. We hebben het bij deze gedaan. Hey, bedankt voor je fanmail. En leuk dat je er was op de ATG meeting. En hij heeft gewoon even lekker in de trein, heeft hij lekker even zo gedaan. Ja. Even geschreven. En we gaan lekker naar de volgende brief. We gaan hem pakken. Zo, dit is een... Godverdomme. Een megabrief. Een megabrief. Trouwens, we moeten... pak eventjes dat daar, wat eronder ligt. We moeten even laten zien. Oh. Op de fandag. Hadden wij dit ook gekregen van iemand? En Aldus Games, mijn batterij is bijna leeg. Aldus Games, Bo en Roy op een canvasje. Hartstikke leuk gedaan. Lekker mooi geschilderd. Zat er niet bij van wie? Nee. Oh, dat is een beetje jammer. Maar ik weet het niet meer. Nou, anyway, dankjewel. En wij gaan nu naar deze fanmail. En we hebben een film. Maar, hè? Oh, is het niet? Oh, dit is van Brandy. Ja, dat dacht ik al. Die komt me bekend voor. Kevin Vier. Nou, Roy, kom weer een horrorfilm bij. Wat? Dit is van Brandy, maar die, hè? Hoe dan? En we moeten ook gaan schrijven naar Stijn. Zo heet de woonplaats. Jeetje, Brandy. Brandy, wat kan je weer lekker schrijven? We hebben vier kantjes. Ja. Wij gaan dus even lekker de brief lezen. Niet dit, maar dat. Nou, dit is fan van Brandy en ze vraagt of er ooit nog een 24 uur livestream komt. Op dit moment hebben we er geen plannen voor. Nee. Maar... En als ik er nu aan denk, dan word ik al moe. Nee, grapje. Ik heb geen idee. Misschien kunnen we het... Misschien bij de 50.000 of zo. Of 48.000. Doen we 48 uur livestream. Dat heb jij op de meeting gezegd, hè? Ja. Er kwamen toen kinderen naar mij toe. Die zeiden, Bo, je hebt zo'n groot probleem, hè? Roy heeft net beloofd dat we 48 uur gaan streamen. Ik zat echt zo van... Nee, dat gaan we echt niet doen, hoor. Oh, nee, dat ga ik echt kapot. Nee, maar Brandy, heel erg bedankt voor jouw fanmail. En leuk dat je er natuurlijk was op de meeting. En deze brief is geschreven bij de 27.000 abonnees. We hebben er nu 37.000. Doei! Hey, dankjewel Brandy. Dank je. Nou joh, waarom mag ik hem niet openen? Nou jongens, we gaan verder met de volgende fanmail. En deze is van André uit Volendam. Nou. Zo, moet ook nog een keer in Volendam gaan. Dat is heel mooi toch? Dan heb je van die mooie huisjes of zo. En dan kan je zo'n foto maken of zo. Ik heb geen idee. Maar, anyways. Zoals jullie zien heb ik ook nog een vis bij gedaan. Een vis? Oh, ik dacht, hij komt uit Volendam hè. Gadver, het stinkt naar vis. Echt? Oh. Oh, een varken! Een varkje! Oh. Die gaan natuurlijk weer hier staan. En al deze games heeft heel mooi geschreven. Oh, nice! Voor de handtekeningen, kijk eens aan. Dan hebben we hier nog. Oh nee! Oh nee! Oh nee! We gaan niet naar Chantal veranderen. Dit zijn twee haardingetjes. Maar we gaan vandaag niet Chantal hier brengen. Kijk, dat is een hond. Wij gaan even de brief lezen. Die is geschreven op 7 maart. 10 oktober? Dat is de 8e. Nee, dat 10 is de september. 10. Op juni. 10 juni. We gaan de brief lezen die is geschreven op 10 juni 2014. Dat is bijna een jaar geleden. Oh, een jaar geleden? Een half jaar. Ja, een half jaar. Dat is ook heel lang hoor. Oké. Okay. Roy moet van André even een stukje uit Bloem van Pogo zingen. Dus dat gaat hij nu doen. Dus we gaan nu de muziek aan zetten. O-A-I. Dag van mijn leven, jongens. Dit is de mooiste dag van mijn leven. Yay! André, wat doe je maar aan? Lekker op pepper met Hans Kroeper er doorheen. Hey André, heel erg bedankt voor jouw fanmail. En ik ben hier met Chantal vandaag. En André, je bent weer de mooiste dag van mijn leven. Bezorgd.
Hey André, dankjewel. En ja, Roy die vindt het niet zo leuk. Nou, oké. Okay. Dankjewel, hè. Even Hans groepen dan maar. Ik ben Hans groepen. Zo, ik ben weer Roy hoor. Oké, dankjewel André voor je fanmail. En bedankt voor de elastiekjes. Bo heb je weer helemaal blij gemaakt. Mij heb je chagrijnig gemaakt. En dan gaan we nu door naar de volgende fanmail. En nee, je hebt me niet chagrijnig gemaakt hoor. Voordat we een fanmail krijgen. Sorry Roy dat ik je chagrijnig heb gemaakt. Maar oké, we gaan nu door naar de volgende fanmail. En van wie is die? Dat weten we niet. Even kijken. Zo hé, kijk eens aan. Als je je trouwens afvraagt van wat gooien we daar naar beneden. Dat zijn envelopjes en die gooien we dan daar naar onder. En er zit alleen een brief in, dus die gaan we gelijk lezen. Ja. Nou, Zaira, heel erg bedankt voor jouw fanmail. En er staat dat er nog een keer een fanmail komt, dus ik ben benieuwd ernaar. En we gaan gelijk door naar de volgende brief. Inderdaad, het was meer een aankondigingetje. Zo van, ja, let maar op, ik had geen tijd. Maar er komt wel een fanmailtje aan. Ja. Dus dat is ook helemaal goed. Wat zit hier nou in? Gaan we knutselen? Een sneeuwvlokje. Sneeuwvlokje, tringelingeling. Oh, weer een sneeuwvlokje, tringeling. Dat nou? Dat is je nieuwe vriendin. Is dat mijn B? Ja. Ik heb een nieuwe B. Hier je banaan. Mijn banaan. En dit is je kind. Oh, mijn vrouw en kinderen. Dit is je handtas. Dit is mijn handtas. Oh my god. Ik heb hier een vrouw. Ik heb hier een kind. Ik heb hier een banaan. Ik heb hier een handtas. We hebben oogschaduw. Mag ik je make-uppen? We gaan mooi make-uppen, jongens. We gaan het doen. Nee, dan gaan we echt boos. Ga je uit. We gaan echt... Nee. Weg met die kwast. Nee. Denk erom. Blijf vanaf. Bo. 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 Nee. Mijn neus! Nou, ik hou mijn neus van. Nou, boos! Ja, okay. Het zit wel op mijn neus hoor. We hebben hier een. Roy moet aan de chips. Bo heeft mooi haar. Tima te G. Ik hou van jullie. Dit is zo oud. Roy moet aan de chips. Ja. Ik zit al lang weer aan de chips. Make-up is voor mij. Oh, jammer. Gelukkig maar. Mag ik jou make-uppen? Nee. Dan ga ik het zo verminken. We hebben ook nog een vraag. Bo, met wie heb jij verkering? Roy, met wie heb jij verkering? We hebben met elkaar verkering. We hebben nog een paar vragen. En aan mij is de vraag, hoe krijg je blond onder je haar? Nou, dat verf ik gewoon. En hoe krijg jij zo'n dik haar? Vraag dat maar mijn moeders. Weet ik veel. Ja, ik weet het ook niet. Het groeit gewoon zo. Ja, Lisanne, dankjewel voor jouw fanmail en voor de make-up die Roy niet op wil. Maar wij gaan door naar de volgende fanmail. Weet je wat me opvalt? Jij pakt altijd de brieven. Nou en? Ik wist niet dat je boos werd. We hebben hier een aanzichtkaart. Ah, maar kijk eens wat erop staat. Er staat A Very Merry Christmas. Yay. Ah, want het is natuurlijk kerst geweest, jongens. Beste gameplay van de wereld gaan naar #TeamATG. All's games is the best. Sims, ATG, Happy New Year en Roy, you are the best. We hebben er geen afzender bij. Van wie is dit kaartje? Van Bo? Ik weet niet. Nee, we hebben hem op de meeting gekregen, maar er staat geen naam. Oh, nou, als dit kaartje van jou is... En we gaan door naar de laatste fanmail voor vandaag. En ik pak lekker het dikke pakket. Want ik heb even zin in een lekker dik pakket. Want het is vandaag kerst dat we dit opnemen, dus wij verdienen een cadeautje. Tweede kerstdag. Jongens, hopelijk hebben jullie allemaal een leuke kerst gehad. Heb jij een leuke kerst gehad? Is dat nou zo'n dikke loem? Was dit de dikste loem? Oh my god. 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 We hebben snoepjes! Ja, een zuur matje. Ah. Oh, ze zijn helemaal niet zo zuur. Oh ja, nu wel. Een beetje. Oh, ja. Daar had ik nog echt even zin in. Ik ook. Jongens, zo'n dikke loem. Zo'n dikke loem, jongens. Dan heb je nog zo'n dikke loem. Dan hebben we hier twee armbandjes. Dan hebben we hier ook nog twee armbandjes. Zo ontzettend veel loemen vandaag, hè. Oh my god. En Bodie is een clown. Ik vind dat altijd zo kut zitten, dat, hè. Het doet ook echt pijn. Hier, jij hebt er ook één. Oh, mag ik er ook één? We gaan schrijven naar Nijmegen, naar Sam. Naar Sam. Dan hangt hier een draadje. En, Een gordoek. Een goordoek, is het een goordoek? Het zal vallen. Het is een goordoek, daar staat ook op geschreven. Volgens mij staat een goordoek. Ja, ik wil het. Oh, we gaan nog meer schrijven. Naar Nijmegen. Weer naar Nijmegen. En we gaan nog een keer naar Nijmegen. Nog een keer naar Nijmegen. Wow, zoveel brieven! En we hebben hier nog een envelop met de brief erin. Oh, dit is zo kut. Ik ga niet op mijn neus halen. En we gaan even de brief lezen. We hebben nog één vraag en dat is, vinden jullie smeerkaas lekker? Nee. Ja, een beetje. Soms. Ik vind het zo ranzig. Maar ja. Dankjewel Sam, Sophie, Kira en Iris voor jullie fanmail. En de handtekeningen komen allemaal jullie kant op. Ja.
En dit was ook de Venmo voor deze keer. Oh, het doet echt af en toe. Oh, mijn neus. Oh, jeetje. Oh, ik zie gewoon dat jouw neus gekneld wordt. Nou jongens, dit was weer de Aldi Tramel voor deze keer. Doe een duimpje omhoog als jij het leuk vond en als jij het leuk vond. Doe dat weet! En dan gaan wij nu de hele vandoor. Ja. Ja, hopelijk vond het leuk. En als je nou ook Tramel wilt sturen, zoals we al hebben gezegd, het adresje daarvoor staat hier in de beschrijving. Kijk even hier naar beneden. We kijken er nu naar. Druk eventjes op meer weergeven. En dan doen we, jongens, 3. Boog doe maar naar de camera. 3, 2, 1. Oh, ik deed het niet. Boom! Hé hey, jongens, de ballen. Hey, jongens, stukken! De ballen. Hé, hey, doei! Zo, ik heb ook jouw kont geslagen.